landgenoten. 30 juni is op 30 juni 1993 door het 30 juni 1 juli comité Nederland, 30 juni 1 juli beweging uitgeroepen tot de dag, de nationale dag van besef. Al 28 jaar wordt op deze dag stilgestaan bij het besef dat de geschiedenis Suriname, de Antillen en Nederland bij elkaar gebracht heeft. Wij beseffen op 30 juni dat we een gedeelde geschiedenis hebben wat zich onderscheidt van 1 juli, de dag waarop mensenhandel en slavernij in de gebiedsdelen Antillen en Suriname bij wet verboden werd, zoals het koning Willem III na internationale druk had behaagd. Voor de oplettenden onder ons is het bekend dat er daarbij andere voorwaarden golden voor Suriname en de Antillen in 1863. Velen hebben echter de behoefte om de dag van 1 juli te vieren. Maar er zijn ook zoveel die op de zelfgekozen dag van 30 juni ervoor kiezen om stil te staan bij de mate waarin onze emancipatie en waardevrij samenleven zich voltrekt. Op deze dag hangen de respectievelijke vlaggen halfstok om eer te brengen aan hen die ons niet zelden onder erbarmelijke omstandigheden zijn voorgegaan. En wordt om 8 uur 's avonds, 30 juni, de nationale minuut van besef, uit respect voor hun zielenrust in acht genomen. Met de slogan Tai Hori, volharden in verbinding, willen wij een positieve bijdrage leveren aan het samengroeien en bloeien vanuit het besef dat de gevestigde orde en instituties nog steeds niet bereid zijn om hun verworvenheden en privileges, ingebed in de suprematie en ingegeven door religie, op te willen geven. We beseffen ook dat we de hand in eigen boezem dienen te steken om ons doel te bereiken. Naar binnen kijken, zodat wij negatieve patronen kunnen doorbreken. Want leven in je eigen bubbel maakt de eigen waarheid en waarden als absoluut. Dialoog genereert het zo nodige begrip, maar ook respect. En hierbij hoort zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het collectief gestelde doel. We komen pas vrij van onze geschiedenis als we die niet meer als een ballast met ons hoeven mee te dragen, maar die als een kans benutten om daadwerkelijk samen te kunnen groeien en bloeien en obstakels weg te nemen. Obstakels die alleen kunnen worden weggenomen als we elkaar niet meer bejegenen en beschouwen als daders of slachtoffers. Want wij zijn winnaars van de geschiedenis. Daarom zijn we er. Emancipatie is tweerichtingsverkeer. Het lijkt erop dat de vrijheid in Nederland nog te veel eenrichtingverkeer is. Een bekend inheems gezegde luidt als volgt: leer dat als je met een kano tegen de stroom invaart, iedereen moet meepeddelen om niet door de stroom te worden weggevoerd. Echt praten over discriminatie, over het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen, is niet makkelijk. Het is een ongemakkelijk gesprek om samen pal voor gelijkheid te staan. Geschiedenis kan je namelijk niet uitwissen, maar je kunt er wel van leren om die te herschrijven, zonder voorbij te gaan aan de pijn van ongelijkheid. Praten alleen is echter niet genoeg. Maar maak wel een begin om de volgende stap te zetten naar vooruitgang door goed onderwijs, goed werk en veilige buurten. Zie de zaken daarom in perspectief. Want wantrouwen komt voort uit onbekendheid. En dan wordt veel dus vreemd. Als vreemd beschouwd. Laten we elkaar in eerste instantie lief hebben. De ware vriendschap is daarbij van belang. Geef vertrouwen. Dan genereer je gezondheid, samenhorigheid en kun je elkaar opbouwen. Don't judge the book by its cover.
Niet jouw gezicht en jouw kleur bepalen, maar jouw hart en je verstand. Black lives matter, because all lives matter. Beoordeel het boek niet aan de hand van een kaft. En we kunnen het. Want we zijn immers winnaars van onze geschiedenis. Daarom zijn we in staat om te verbinden in plaats van te verdelen en ons af te doen van geïnstitutionaliseerde hippies. Maar hoe gaan we de winst omzetten in het wegwerken van geïnstitutionaliseerde hippies? Hoe verder met het besef dat er is? Hoe kunnen we verbinden in plaats van verdelen? Hoe kunnen we mensen bewust maken van het verleden zonder dat ze het gevoel krijgen verantwoordelijk of schuldig te zijn aan dat verleden? Hoe worden wij echt inclusief? Welke processen moeten we daarvoor in gang zetten? Kortom, hoe tillen we de vraagstukken van vandaag over de waan van de dag heen? We wonen in een bijzonder land. 30 juli grijpen we aan om de kansen die het biedt te belichten. De media en ons onderwijs spelen een cruciale rol hierin. Leren om te kunnen anticiperen en daardoor te kunnen emanciperen. De publieke media zijn een unicultureel bolwerk en niet het platform dat het moet zijn. Niet de spiegel die we elkaar kunnen voorhouden als het gaat om onderwerpen die ons leven bepalen. Vrij over racisme te kunnen praten. Te praten over dingen die we delen. En dat zonder angst. Maar voor her- en erkenning. Om gelijke kansen te creëren voor een ieder. Het onderwijssysteem moet niet uitsluiten, maar uitdagen. Introduceer bijvoorbeeld het vak hobby op de lagere school. Want alleen met evenwichtige educatie vorm je kader om maatschappelijke potenties van iedereen te benutten en ingewikkelde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Vaders, moeders, opvoeders, focus op de opvoeding van onze kinderen, samen of apart van elkaar. We dealen met een regering die bijvoorbeeld niet in staat is om het inhumane AOW-gat waar veel van onze oudere Surinamers, Antillianen en Arubanen mee te maken hebben, om dat op te lossen. Er zijn vele nazaten uit onze gemeenschappelijke rijksgeschiedenis die reeds decennia een onmenswaardig bestaan leiden omdat ze niet gedocumenteerd zijn. Het zijn deze onrechtvaardigheden die een blokkade vormen om gelijkwaardige maatschappelijke deelname mogelijk te maken. Ik roep de regering op en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers met klem om deze kromme zaken dus echt recht te gaan trekken. Daar is waar wij ons als Nationaal 30 juni 1 juli comité, de 30 juni beweging van besef vanaf 1993, reeds 28 jaar voor inzetten. Inzetten om het besef te laten postvatten en te laten doordringen in alle geledingen van onze samenleving. Dat we hier horen, omdat we er zijn. Ik wens u allen een vruchtbare dag van besef toe.